Ik ben afkomstig uit Gent. Mijn ouders hebben een Turkse origine. Ik ben na mijn secundair onderwijs naar Brussel verhuisd om te studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar heb ik geneeskunde gestudeerd en nadien heb ik mij gespecialiseerd in huisartsgeneeskunde. Nu werk ik als huisarts in een praktijk die ik zelf heb opgericht in Schaarbeek, een medicina gezondheidscentrum. En tevens ben ik ook doctoraatsonderzoeker aan de VUB in vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg. Mijn hobby is studeren en bijleren, want ik voel me echt heel gelukkig als ik iets kan bijleren en ook mijn kennis kan delen met anderen. Dank u wel. In uw bijdrage voor ons boek benadrukt u dat naarmate de Brusselse bevolking meer divers wordt, zorgverleners met steeds grotere uitdagingen worden geconfronteerd om kwaliteitsvolle zorg te verzekeren voor iedereen. Kan u ons vertellen wat volgens u de belangrijkste oorzaken en oplossingen zijn? Nu, voor mij is elk patiënt is uniek. Dus hoe meer de bevolking diverser wordt, eigenlijk hoe meer aandacht men moet hebben voor het individuele patiënt. Dat betekent dat men moet behandelen in functie van de voorkeuren van de patiënt ook. Dus men moet in rekening houden de verschillende culturele achtergrond van de patiënten, de gewoonten, de waarden en normen van de patiënten. Dus elke behandelingsdoel moet afgestemd zijn op de individuele patiënt. En hoe diverser het wordt, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. En dat bedoelde ik van, dat is een uitdaging voor ons, voor de zorgverleners in Brussel. Qua oplossing, alle betrokken partners, dat betekent dus overheden, zorgorganisaties, medische scholen, zorgverleners, moeten allemaal samenwerken om een beter niveau van gezondheid en welzijn voor de Brusselse bevolking te kunnen bereiken. En dat kan men doen eigenlijk op twee niveaus. Eén, een diversiteitsgevoelige zorg bieden. Dus dat betekent dat de zorgverleners de nodige kennis moeten hebben van diversiteit, culturele gevoeligheden, gendergevoeligheden, men moet ook de socio-economische status van de patiënt kennen en daarop ook soms afstemmen, onze behandeling. Dus, en ook om met de patiënten te kunnen communiceren, moet men ook de nodige vaardigheden hebben op vlak van communicatie. Vooral empathie en respect tonen voor ieder individueel patiënt, voor hun meningen, voor hun waarden, want iedereen kan anders nadenken. Iedereen is anders ook opgevoed, dus de voorkeuren kunnen volledig verschillend zijn dan onze eigen waarden en normen. Men moet eigenlijk bewust zijn van onze eigen ideeën, van onze eigen waarden en zo behandelen. Nu, het is heel belangrijk dat men in de curricula de diversiteitsgevoelige zorg op te nemen in medische scholen. En ten tweede, naast de diversiteitsgevoelige zorg aan te bieden, is het ook belangrijk om de zorgteams diverser te maken. Dus als een team bestaat uit verschillende personen of zorgverleners van verschillende etnische, sociaal-economische, culturele en religieuze achtergronden, is het risico dat de gezondheidszorg die zij verstrekken veel kleiner, dat het discriminerend is. Want zij zullen ook elkaar veel beter begrijpen, ze gaan ook veel beter kunnen communiceren. Okay. En om tot kwaliteitsvolle zorg voor iedereen te komen, suggereert u dus enerzijds het aanbieden van trainingen en cursussen rond diversiteit aan onze zorgverleners en anderzijds het diversifieren. Dat heb u zo net toegelicht. Uw bijdrage in het boek toont echter aan dat mensen in België op gebied van gezondheid reeds ongelijkheid ervaren nog voor ze in contact komen met zorgverleners. In Brussel bijvoorbeeld is de toegang tot de zorgsector bijzonder moeilijk voor mensen in armoede. Een groep die maar liefst 1/3 uitmaakt van de Brusselse bevolking. Moet de prioriteit dan niet vooral zijn om een gelijkwaardige toegang te garanderen tot inclusieve en duurzame kwaliteitsvolle zorg? Ja, zeker. Dat is echt een basisrecht van alle mensen. Dat ons zorgsysteem toegankelijk wordt voor iedereen. Voor mij is het onacceptabel, dat kan niet, dat bijna de helft, 46% van de mensen met het laagste inkomenskwartiel in Brussel om financiële redenen een bezoek bij de arts, huisarts en tandarts uitstellen. Dat kan niet. Allee, een ander probleem in Brussel is ook, in heel België hebben de preventieprogramma's het laagste reactiepercentage in Brussel. Men moet daar echt heel hard aan werken. Dat kan en dat mag gewoon niet.
Onderzoek toont aan dat studenten die slagen voor het medisch toegangsexamen in Vlaanderen een erg gelijkaardige socio-economische, culturele en taalkundige achtergrond hebben. Welke concrete acties stelt u voor om inclusie en diversiteit te bevorderen binnen de populatie van medische studenten in België? Ik denk dat we al eigenlijk moeten beginnen in secundaire scholen. En wat men daar moet doen, eigenlijk de scholen die niet even hoog kwalitatieve onderwijs kunnen aanbieden, extra steunen met extra mankracht. En ook, mijn idee is om die scholen te koppelen aan een andere school, aan een zusterschool, waarbij de kwaliteit van onderwijs veel hoger is. En als we ze laten samenwerken, dan kan iedere school het even gelijkwaardige kans bieden aan de studenten, zodat die studenten ook voorbereid zijn op het toelatingsexamen. Want voor mij is vandaag de dag die toelatingsexamen geneeskunde nog altijd discrimineren, want het zijn altijd hetzelfde profiel studenten, of meestal hetzelfde profiel studenten, die erin slagen. Waarom? Ik vind dat dat niet kan. Waarom kan een student uit een gemeente in Brussel, waarbij de scholen misschien niet zo even gelijkwaardig kwaliteitsvolle onderwijs kan bieden, bijvoorbeeld in Sint-Joos of in Schaarbeek of ergens anders, waarom heeft die student een nadeel ten opzichte van een student waarvan de ouders een hoge socio-economische status hebben, waar het bijvoorbeeld in Woluwe en Lambert wonen, en waarom kan die student erin slagen? Waarom? Omdat die student beter erin voorbereid wordt dan een andere student. Dus daar moet men eigenlijk een gelijkwaardige kwaliteit kunnen bereiken. Naast dit kan men ook programma's organiseren met rolmodellen die iets hebben bereikt. Rolmodellen vanuit andere etnische achtergronden die mensen samenbrengen met de leerlingen, zodat de leerlingen ooit ook het gevoel kunnen krijgen van ah ja, oké, hij heeft het ook bereikt, hij heeft ook hetzelfde origine als mij, dus ik kan het ook. En die rolmodellen moeten die studenten ook proberen te motiveren. In medische scholen kan men ook extra begeleiding bieden aan studenten die weinig sociale netwerken hebben, die het moeilijk hebben, die problemen hebben met taal bijvoorbeeld. Daar kan men die studenten ook koppelen aan buddies van hogere jaren, zodat zij die studenten ook kunnen ondersteunen. Dus een extra ondersteuning is zeker nodig. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat de onderwijsteams heel diverser wordt. Dus we moeten echt iets aan onze personeelsbeleid doen en proberen. Want de studenten, stel voor, dus als een student uit andere origines een leerkracht hebben of een professor hebben van hun eigen origine of van een andere origine dan de echte Belgische origine, dan gaan ze ook veel gemotiveerder zijn. Of de drempel zal veel lager zijn dat zij hulp gaan vragen of hulp vragen en gemotiveerd worden door hen gewoon te zien. Dus gewoon diversiteit in onze teams zal echt bijdragen tot het leveren van kwaliteitsvolle zorg voor een superdiverse populatie in Brussel. Dank u wel, dokter Dinsen. Met plezier.